Nog een keer. Oh, mooi. Schitterend. Duco. Vasari zou het toch zijn. Half punt. Half punt voor Robert van der Wallen. Prachtige techniek. Wat is die man weer goed in vorm. Daar komt hij nog een keer. Aan de kant van de mat. En het duikt er helemaal voor met zijn heup. Nadat hij dat een paar keer geprobeerd had. De man die steeds in Japan treedt. Bij de beste ter wereld. Kijk hoe hij erin duikt. Daar komt hij. En daarna nog een keertje het been erbij. Dat was helemaal mooi. Heuptechniek en daarna nog een keer het been ertussenin om de techniek af te maken. Hajime. En alle twee hebben ze verloren. Nishimaat, heuptechniek. Van der Walle kan dat. Ipan, tuurlijk kan die dat. Robert van der Walle, bronzen medaille. Voortreffelijke judoka deze Robert van der Walle. Uittillen noem je dat. Zeer goed gedaan. Kijk hem blij zijn. Olympisch kampioen Robert van der Walle. Won van Parisi vandaag. Verloor van Yamashita. En wint hier brons. Goeie prestatie van Robert van der Walle. Laten we het nog eens gaan bekijken in slow motion. Aanval van Mitchell. Van der Walle in rood. Kijken dan omstappen. Rechterhand vrijmaken en tillen. Mitchell probeert nog wel vast te pakken. En door dat steunen. Schitterend op de rug. Door dat steunen zou je zeggen. Geen Ippon, maar het is toch Ippon. Voor Robert van der Walle. Was Ariana Coca down? What a technique by Robert van der Waal. Teguruma pick up, flat on his back. And Salgado is thrown by the old man of the tournament, Robert van der Waal.